Een grote ravage vanmorgen op de Kanaaldijk. Daar reed een vrachtwagen de sloot in. Rond 11 uur 's ochtends verloor de bestuurder de controle over het stuur, doordat hij met zijn wielen in de berm terecht was gekomen. De weg werd helemaal afgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen kon zelf uit zijn wagen klimmen en kwam met de schrik vrij. De wagen is 's middags geborgen.